Na vandaag sleep ik mijn tong over de Voorstraat. En morgen speelt mijn hart op mijn mouw. Alle woorden die ik niet kon gebruiken, ga ik nu proeven. Het zijn altijd de verboden letters die het beste smaken. Hier in het centrum, het is mijn tuin van Ede, ga ik alle appels plukken. Een muurschildering met gedicht op het antiquariaat De Twee Uiltjes aan de Voorstraat Noord. Kunstenaar Maarten Moren werkt er deze weken hard aan. Ik ben nu de tekst op het etiket aan het zetten. Dat is een beetje monnikenwerkje letterlijk. En tussen de buien door, want het is slecht weer nu. En dan ga ik later de rest van die schildering afmaken. Heeft u veel last van het slechte weer? Ja, enorm. Nu al, ja. Dus ik heb wel een beetje droog weer nodig. Anders dan loopt de verf uit. Een gedicht dus, op een pot, van de hand van oud-stadsdichter Juno Rissema. Hij beschrijft daarin zijn opgepotte gevoel dat hij had in zijn periode als stadsdichter. Ook al was ik nooit weg, toch was ik mezelf niet meer. En zal ik nou vandaag terugkeren? Toen ik stadsdichter was, voelde ik een bepaalde belemmering soms of een bepaalde beknelling. En die viel van mij af na dit gedicht. Je staat toch in dienst dan van de gemeente een beetje. En dat heb ik zelf ook als ik in opdracht werk dan. Ja, heb je een beetje een spanningsveld van wat je denkt dat mensen verwachten. En daar pas je toch altijd je werk een beetje op aan. Juno is trots dat hij nu onderdeel is van de straat waar hij is opgegroeid. En spreekt zijn hoop uit naar de voorbijgangers. Dat ze ook de bevrijding vinden die ik heb gevonden na het gedicht. En ik hoop dat ze voornamelijk zien dat Maarten een enorme mooie tekening heeft gemaakt. Die bij het gedicht past en die bij de omgeving past. Dus eigenlijk hoop ik dat ze meer naar zijn kunstwerk gaan kijken dan naar mijn woorden. Moren verwacht dat het kunstwerk eind volgende week af is. Hij is namelijk afhankelijk van het weer en zijn creatieve proces. Het is altijd een rollercoaster, want als je zo'n schildering maakt dan heb je wat staan en dat bevalt je dan wel. Maar dat moet je ook weer stuk maken om verder te komen.